Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, onderofficieren Defensie ontvangen certificaat gevorderde instructiebekwaamheid, 48e dag der Marons groots gevierd, glasvezelproject moet ook in Marowijnen ontwikkelingsmogelijkheden vergroten en bijkans 160 grondpapieren uitgereikt in Ikeri. Bij het ministerie van Defensie is in de afgelopen periode de cursus gevorderde instructiebekwaamheid verzorgd. 28 onderofficieren die met succes deze opleiding hebben doorlopen, kregen op dinsdag 11 oktober 2022 hun certificaat overhandigd. De cursus is onderdeel van het Makandra-project tussen Suriname en Nederland. Het kwam tevens tot stand door een samenwerking tussen het Surinaamse Instituut voor Defensieopleidingen en het Nederlandse Expertisecentrum Opleidingskunde Defensie. Zeer mooi. Wat we teruggekregen hebben van de cursisten, ja, dat maakt mij wel heel erg trots. Dat maakt me echt trots. Nou, we hebben lesgegeven in didactiek, welke soorten werkvormen kan je toepassen, welke modellen, didactische modellen zijn er toepasbaar in de lessen, waardoor de instructeur eigenlijk niet meer voor de klas staat, maar eigenlijk in de klas staat, dus samen met de lerenden. Voorheen was het een directieve les, dus de instructeur die doet voor en de leerling doet zeg maar na. Maar nu met de werkvormen is het meer gericht op het samenwerkend leren. Dus het leren van elkaar is ook een essentieel deel van het leren. En door werkvormen als een discussie te gebruiken, dus waar iedereen, dus iedere lerende zich in mengt. Of werkvormen als check-in duo's. Er zijn werkvormen dat men gezamenlijk eigenlijk met opdrachten bezig zijn. Ja, dat heeft een hoger rendement op het leren. En in het Suriname, in het Surinaamse leger bedoelt u? Nou, dat weten we nog niet, hoe dat zich voort gaat zetten. Nou, essentieel is wel dat de lerenden, de cursisten die nou klaar zijn, dat ze dit ook echt gaan toepassen in hun onderwijspraktijk. Ja, en hoe wij daar een vervolg aan geven, ja, dat moet nog geconcretiseerd worden. Dat is nog helemaal niet heel duidelijk. Nou, daarnet is de certificaatuitreiking heeft daarnet plaatsgevonden. We hebben dus afgelopen bij KANS 3 weken hebben we dus een training gevolgd. Trainer heeft te maken met een reeds instructeur zijnde, dus als het ware een vervolgopleiding gevolgd hebben. Wat houdt de training precies in? Nou, de training houdt in dat een vaardigheden bij het lesgeven, laten we zeggen dat het een beetje een moderne vorm van een lesplan, lesgeven en dat alles eromheen. Kort samengevat, maar in een nieuw modern jasje gestoken. En wat gaat u nu met deze nieuwe opgedane kennis doen? Nou, sowieso moeten het, zoals ik het laatst ook al zei aan die instructeurs, het moet even gaan bezinken, omdat het natuurlijk nieuwe stof is. We gaan hem daarna in klasverband gaan we dus zaken een beetje gaan uitbreiden. In de zin van, we moeten eventjes gaan kijken wat wij het best kunnen toepassen tijdens onze lessen. En dan aan de hand daarvan gaan we dus samenstellen, kan je zeggen. En dan gaan we dat implementeren tijdens het lesgeven of bij het lesgeven. Op maandag 10 oktober heeft Suriname voor de 48e keer de Dag der Marons gevierd. Op verschillende locaties, zoals het Onafhankelijkheidsplein en de Palmentuin, zijn er tal van activiteiten ontplooid.
Bij het Maron Monument op het plein van 10 oktober 1760 vond de traditionele kranslegging plaats. Daarna stond president Chandrika Prasad Santokhi op het presidentieel paleis ook stil bij de Dag der Marons. Wij voeren u terug naar de toespraak van het staatshoofd als ook de overige momenten van de dag. Vandaag voel ik me heel erg trots. Trots om een Maron te zijn, maar natuurlijk denk ik terug. Vooral als je naar het binnenland gaat en de lange afstanden moet afleggen. Wanneer je zo in de boot zit, dan vraag je jezelf af van mijn God, wat hebben onze voorouders allemaal mee moeten maken? In het bos, door alles heen, door alle soelas heen. En dit alles neem je vandaag ook mee van er is behoorlijk inzet. De mensen van ons hebben ons verschrikkelijk moeten inzetten om vandaag hier te moeten staan als nakomeling van een Maron. En dat doet je echt wel goed en dat zou je eigenlijk moeten meenemen om je om nooit om op te geven, maar door te zetten. Dat betekent heel veel voor mij natuurlijk. Laat me eerst beginnen om de Surinaamse gemeenschap te feliciteren, in het bijzonder de Marons, met deze dag. Het is een dag van reflectie. Om te kijken, weet je, de mensen die voor ons dit alles hebben gerealiseerd. En dat wij dus dan voortborduren, dat wij onze generatie al het nodige doen om de volgende generatie beter op weg te helpen. Om gewoon een goed leven te realiseren in Suriname. Launa, we gaan proberen die moet actideren. Na eenheid en jabuskonde, judo, ja, kapot ideeën. Daarom partimo. Omdat afet de gang hoe vet ik jou, nu ook parti, wat de fijn wordt, maar we parti u. Dan nooit jabuskonde ook tot ontwikkeling. Tem tak voor ontwikkeling, ook voor afzien mocho. Even nu ook parti, die zijn dat ik ja, mina samaka. Non, het is gewoon kotika. Dan zeg ik, beg je maar, look for tampon, maar kan je hold you safe, go hold you safe. A fast farm, a vice-president, a de trawang, tjara boskopu kafesi. Want ja, a traktat teken dape. Maar om ons luku ook toe, fa a traktat teken. Zo'n 100 jaar geleden, a teken. Nanga onderhandeling. Bij haar grondtappen bij kan finisseren via een traktaat. En dat na een kraktie. Voor een traktaat. Bij onderhandeling kon. In eenheid. Chim chim tori noem praten eenheid. Maar biggie tori zou moest doen. Leg volken voor konderen. Leg volken voor binnenland. Biggie tori moest zijn. Ontwikkelen moest kon. Vooruitgaan moest kon. Lek van Masra Kanapetaki, a historia dape, uka luka historia, anga sari fasi, anga ati en wati, anga krei, ma historia sapsa dape, tek den busani fua historia, en tjaga fesi. Sta vandaag hier. Om met u de geschiedenis in te duiken en de dag van vandaag en de toekomst vorm te geven. Vandaag, 10 oktober 2022, herdenken we de dag waarbij de vredestraktaten werden getekend. En we gaan in ieder geval ervoor zorg dragen dat alle Surinamers, alle Marongemeenschappen, dezelfde ontwikkeling gaan krijgen. En laten we vandaag met ons allen deze dag vieren. Laten we vrede herdenken. Maar laten we eenheid blijven propageren. En laten we in Bonro samen dit land verder ontwikkelen zoals we dat gewend zijn. Te zeggen die Brumtje Jari om die natie Suriname
verder te versterken. Met Tayo Grantangi, God bless you. Thank you. In navolging van het district Nikeri is ook in Marowijne de derde fase van het telezuurglasvezelproject gelanceerd. Dit heugelijk feit vond plaats op maandag 10 oktober 2022 in het bauxietstadje Mungo. President Chandrika Prasad Santokhi was speciaal voor deze activiteit naar het oostelijk gelegen district afgereisd. Hij benadrukte dat betere telecommunicatie door verbeterd internet ook in Marowijne de ontwikkelingsmogelijkheden moet vergroten. Andere dag, ja. Ik heb het heel druk in Paramaribo. Ik heb nog even getwijfeld de afgelopen dagen. Maar Telesio zegt, nee, het is al gepland. We moeten door laten gaan. En we zijn er. En het moet kunnen. En misschien juist op deze dag moet dit gebeuren op Mungo. De dag waarop wij het vredestraktaat herdenken. Getekend door al de Maron-stammen samen met de toenmalige kolonisator. En het is goed om aan te geven wat de communicatie was in die periode. Het was niks anders, maar ze waren na apenti drong. Na apenti drong, de man met communiceren. Na apenti drong werden mensen bij elkaar gehaald. En met apenti drong werd er dan regelmatig die kroetus gehouden. En als we vandaag hier het traktaat herdenken, we herdenken ook niet. Ook namelijk dat er vrede is gesloten, in eenheid is gesloten. En dat moeten we weer terugbrengen. Die eenheid tussen alle dorpen en alle dorpgemeenschappen. Maar we zijn nu naar een next level. En Telus hier ook aangegeven heeft. Namelijk dat het bedrijf uiteindelijk na jaren uit die rode cijfers klimt. En gaat naar die blauwe cijfers. En dat is wat we nodig hebben. Gezonde parastatale bedrijven. En ik ben trots als aandeelhouder dat Telus deze ontwikkeling doormaakt. En ik feliciteer jullie allemaal met dit project. En hebben jullie allemaal een gezegende Maron Day. God bless you. Thank you. Het is een speciale dag. Omdat we op avansie appentie dronken. We hebben voor communicatie. En we hebben een technologie. Voor de biggest man voor bedoel een appentie dronken. Maar door de jaren heen is het een ontwikkeld en nu een controle. Weet je? Telefoon aan de sandati. Dus die unu van gebied, nou echt een speciale route omdat we membreren de bigisma fu, die betekenen vrede naar de bakara om het zo te noemen, toen der tijd. Naar het idee, als je communicatie sani, zijn de bigisma fu begebruikt, ook in een more moderne fase. En daarvoor zijn we Telesuur zeer erkentelijk, aan minister, de directeur van Telesuur en ook de RVC. We hebben de launch of de kick-off van het project FTTH 3, fase 3. Het staat voor Fiber to the Home fase 3. Wij werken nu in de overige districten om ook Fiber to the Home aansluitingen te leveren. In fase 1 en 2 was de focus meer op Paramaribo en Wanica. Nou, verdere ontsluiting van digitale ontsluiting. Een van onze focusgebieden is reeds tijdens de tijdens het Telesuur Nationaal Breedband project geweest, Securing Our Digital Future. Die infrastructuur die we hier hebben is grotendeels niet van de standaard om te werken aan verdere digitale ontsluiting. Dus om die reden doen we dit. En dat zal ook betekenen dat elke Surinamer waar hij zich ook bevindt, mee kan doen aan die digitale economie of die internet-economie zoals het ook bekend staat. In Nikeri hebben op zaterdag 8 oktober 2022 bijkans 160 personen grondpapieren in ontvangst mogen nemen. President Chandrika Prasad Santokhi, die enkele bescheiden overhandigde, legde de nadruk op zekerheid vanwege het beschikken over een perceel. Het staatshoofd zei onder meer dat de regering zelfbouw gaat stimuleren middels het aantrekken van goedkoop kapitaal. Kijkt u mee naar de activiteit op het districtscommissariaat te Nieuw-Nikeri.
Vandaag wederom een bijzonder moment voor Nikeri dat de president hemzelf weer aanwezig is om wederom uitgiftes te plegen naar de bevolking van Nikeri. U weet dat grondproblemen altijd zijn geweest en een stukje zekerheid geeft aan elke burger wanneer iets op jouw naam staat. We weten allemaal waarmee de mensen te kampen hebben. Natuurlijk, waarbij er, en dan vraag je extra aandacht van de president bij deze, dat we, en de president er is beloofd, dat we in heel Suriname dit gaan doen voor alle burgers. Ik ben bijzonder blij. Maar ook de harde werk, welke verricht is door alle afdelingen in samenspraak. Maar ook de knelpunten die er zijn, die graag ook meegenomen moeten worden ter bespreking, zodat zaken vlotter kunnen lopen. En natuurlijk het beleid van deze regering is steeds erop gericht om elke Surinamer het genot te laten doen komen voor een stukje grond. En daarvoor gaan we natuurlijk. Maar dat is belangrijk. Voor die, de kinderman voor nu, de familieman voor nu, zekerheid. En we zijn bezig in een herkondre. Tiene o ja zo. We praten grondpapieren. Begin november, we zijn para. Ook daar zijn er meer dan 1500 percelen die we gaan uitreiken. En dan gaan we naar Marowijnen. Gaan we daar ook uitreiken. En zo maken we ons ronde overal. En ik dank alle medewerkers, directieteam, minister van GBB. Want ik bel minister een week, anderhalve week geleden. Ik ga naar Nigeria en die grondpapieren moeten weer uitverrijken. Dat heeft gewerkt. Een koorconferentie is weinig. Nee, we komen elke week om uit te reiken. Elke week komen we uit te reiken. Voor eind van het jaar zijn we weer hier. Maar de vraag is, wie kreeg het allemaal? Want als je met grondpapieren komt, voor al die mensen die online geregistreerd hebben, en terecht toe, want dat systeem werkt, het systeem is rokko. Want alles maar ze registreren online, hij vindt een grond, hoe zorgen dat komen wijnen? Meer dan 500, hoe zorgen dat Wanika? Meer dan 600 online geregistreerden. Maar die online geregistreerden, die zijn van nauwelijks een jaar geleden. En dan gaat het heel pijnlijk overkomen bij heel wat mensen, zoals een paar daarachter, die al 20 jaar wachten, 25 jaar wachten, dat de meisje, dat Trasuma, ze wacht die one jaar, is gronkebak, en den ook vinden. Dus in tjaar balans komt. En die is de opdracht gegeven aan de minister. Het telek is er. Mensen van GB, tot hoe laat zijn jullie bezig geweest gisteren? Hoe laat? 11 uur net die de man bij de bezigheid. Dat is een stuk commanding. Omdat ik duidelijk opdracht geef. Mij want balans. Mij want tevredenheid. En omdat ik met kodja's om een rijk grondpapieren. Dat want deel breed die. En want big deel de ontevreden. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.